Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, vierde editie Reparation Day voor de deur. Visumvrij reizen, een terugblik op de afgelopen 3 maanden. Stichting Women United Suriname helpt besef rond borstkanker vergroten. En begrotingstekort gelijk aan 3,3% bruto binnenlands product. In eenheid naar erkenning, excuses en herstel. Onder dit thema organiseert de Nationale Reparatiecommissie Suriname op zaterdag 8 oktober 2022 haar jaarlijkse Reparations Day. Het wordt de 4e editie van dit evenement waar nationale bewustwording rond het verkrijgen van erkenning en excuses centraal staat. De Reparatiecommissie is tijdens een persconferentie op dinsdag 4 oktober nader ingegaan op de aanstaande activiteit. We hebben de indruk uit gesprekken die wij gevoerd hebben recent met de premier van Nederland dat het niet lang meer zal duren, nog een paar maanden, dan zal ook de Nederlandse regering naar alle waarschijnlijkheid haar excuses aanbieden. Maar wij hebben de heer Rutte dus wel bekend gemaakt dat het moet gebeuren onder bepaalde voorwaarden. En een van de belangrijke voorwaarden is dus dat het moet worden geaccepteerd. Het moet worden geaccepteerd door degenen of de nazaten die geleden hebben onder dat Nederlandse slavernijsysteem. En dat zijn de inheemse en de Afrikanen, althans hun nazaten. En die doorwerking die is nog steeds zichtbaar onder die groepen. Het leed dat contractarbeiders is aangedaan onder de loep moet worden genomen. En dat daarvoor ook genoegdoening moet komen en daarvoor ook reparaties voor moeten komen. Er is mij al eerder gevraagd waarom de inheemse voorheen weinig zichtbaar zijn geweest. Daarom zijn we ook hier, daarom ben ik samen met mevrouw Monsanto ook afgereisd om hier gehoor aan te geven. Om ook het leed van de inheemse zichtbaar te maken. Dit wordt nog steeds gevoeld, dit werkt nog steeds door anno 2022. Dus hier moet aan gewerkt worden. Dit doen we in samenwerking met de reparatiecommissie. We gaan het niet alleen kunnen. Er is onderzoek gedaan, maar we moeten ook verder. We moeten ook kijken naar de toekomst. En daarvoor is het samenwerking ook met Nederland nodig. Samenwerking om ook alles wat we aan werken, om het goed te laten verlopen. Dat we er bovenop zitten. Dat we weten dat we contacten hebben met de mensen. Waar zitten ze mee? Waar zit dat leed precies? Wat behoeft reparation? Wie behoeft reparation? Hoe gaan we dat allemaal aanpakken? En dat kan alleen maar als de mensen ook dit bewust van worden. Dat het van hun af moet komen. Het moet van de mensen zelf afkomen. Waar zit dat leed? Waar moet je bij geholpen worden? Hoe moeten we verder in de toekomst? Hoe moeten we dat gezamenlijk doen? En vooral de inheemse bevolking ook hier awareness in gaan brengen. Dat hun stem ook heel belangrijk is. Want wanneer takahir people fusranang moest kom begrijp sana atori voor reparations. Omdat de moest de ondersteuning die a reparation commission en ook a ondersteuning die a parlement en uiteindelijk ook a ondersteuning die a regering voelen.
De regering heeft het per 1 juli 2022 mogelijk gemaakt dat staatsburgers van alle landen visumvrij naar Suriname mogen afreizen. Hiermee is ook de entry fee geïntroduceerd. Vanaf 1 oktober jongstleden is het niet meer mogelijk om dit toegangsbewijs in Suriname aan te schaffen. Ambassadeur Luciano Truideman geeft meer informatie hierover. Hij gaat als directeur algemeen beheer en consulaire zaken in op de achterliggende periode vanaf de introductie van het visumvrij reizen. We hebben vanaf 1 juli dus de afschaffing gehad. Vanaf die periode zijn dus mensen die willen afreizen naar Suriname niet meer gebonden om een visum vooraf te hebben. Het enige dat ze moeten doen is dus bij aankomst kunnen aantonen dat ze hebben betaald, de entry fee. Dat is als het ware een bedrag dat je betaalt aan de overheid om een bijdrage te leveren. Dit bedrag is $25 of €25 in de munteenheid waarin je wil betalen. Het is niet specifiek aan een regio gebonden omdat je uit Europa komt of omdat je uit Amerika komt, etc. Het is wat je bij handen hebt. Wij prefereren liever dat er betaald wordt via de website, de VFS Global website, omdat het daar makkelijker is. Mensen kunnen vooraf, voor het afreizen, kunnen ze dus de fee betalen. Het enige dat je moet doen is wat informatie invullen. Je naam, je paspoort, gegevens, wanneer je vertrekt en wanneer je weer. Dus wanneer je aankomt en wanneer je vertrekt. Verder moet je dan je paspoort uploaden, een fotootje van je paspoort. Dus dat heel gedoe met een ticket uploaden, gegevens van het adres waar je naartoe gaat, etc. is niet meer nodig. Het is zo makkelijk geworden, het is gewoon een fee dat je betaalt. Ja, natuurlijk hebben we wat informatie van je nodig, omdat dat te achterhalen moet zijn, ook vanwege het feit dat wij statistieken bijhouden, moet dat dus voor ons duidelijk zijn. Maar ik denk dat er ergens toch wel een kleine verwarring is ontstaan bij vele mensen, omdat ze denken dat die entry fee hetzelfde is als een visum. Dat is het niet. De visum, anders hadden we niet gezegd visum, unilaterale visumafschaffing. Dus er is geen visum meer nodig voor de mensen die voor de twee categorieën van reizigers, namelijk toeristen en mensen die op familiebezoek komen. Is er geen visum meer nodig. Dus die entry fee vervangt ook niet dat visum. Het is geen visum. Het is een fee dat je betaalt. Toevallig heet het entry, maar het is een visum dat je betaalt. Althans, het is een fee dat je betaalt om Suriname binnen te komen. En hoe lang is hij geldig? Hij is geldig voor 90 dagen. Voor het willen werken of het komen studeren. Dat wil zeggen dat je dus voor langere tijd hier zal zijn, meestal langer dan 90 dagen. Dan heb je dan een andere procedure die je moet bewandelen en dat is dus verblijf aanvragen. Dat kan ook via onzezelfde VFS website, dus VFS Global website, maar dat is weer een andere procedure. Voor mensen die willen komen werken, studeren of gewoon willen komen wonen hier in Suriname. In dit geval praten we over dus een visum bij die mensen die willen komen voor werken, wonen en studeren. Dan heb je dus een visum nodig. En dan heb je ook nog het proces in te zetten voor werkvergunning en of verblijfsvergunning. Dus dat zijn allemaal andere procedures die je moet bewandelen, processen die je moet bewandelen. Maar voor de mensen die voor familiebezoek en toerisme komen, die hoeven geen visum aan te vragen, die moeten gewoon de entry fee betalen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft oktober uitgeroepen tot borstkankermaand. Gedurende deze maand wordt campagne gevoerd om mensen bewust te maken over de gevolgen van borstkanker. De stichting Women United Suriname zet zich ervoor in vrouwen te helpen preventief onderzoek te doen en eventueel vroegtijdig borstkanker te ontdekken. In dit kader heeft Stichting Women United Suriname
Op maandag 3 oktober ruim 30 vrouwen met een auditieve of visuele beperking begeleid naar de radiologiekliniek Hafait en Hofwijk voor het maken van een mammogram. De stichting hoopt met deze actie de taboe die om kanker heen hangt te doorbreken. In 2019 heeft de stichting dit project vanwege de COVID-pandemie moeten afzeggen. Radioloog Ben Hafai Jr. benadrukt dat een mammogram de beste manier van preventief borstkankeronderzoek is. Het is essentieel om op 30-jarige leeftijd al te starten met zo'n onderzoek. Bij 40-plussers is het aan te raden om de 2 jaar een mammogram te laten maken. Bewegen, gewichtsvermindering en verse voeding zijn factoren die kankervorming drastisch kunnen verminderen. Borstkanker bij mannen komt heel zelden voor. Het zijn meestal goedaardige gezwellen die echter ook een onderzoek waard zijn. De geraamde overheidsontvangsten en uitgaven voor 2023 presenteren een tekort van ruim 3 miljard Surinaamse dollar. Dit tekort is volgens president Chandrika Prasad Santokhi gelijk aan 3,3% van het bruto binnenlands product. Het staatshoofd heeft tijdens de jaarrede op donderdag 29 oktober 2022 de geraamde cijfers aan het parlement voorgehouden. Wij voeren u in deze editie van Focus terug naar dit gedeelte van de jaarrede van de president. Ik stel nu aan de orde agenda punt 4. Aanbieding van de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2023 door de regering. Zulks in gevolg artikel 156 lid 3 van de grondwet van de Republiek Suriname. In verband met dit agendapunt geef ik de president wederom het woord. Dank u wel, meneer voorzitter. Natuurlijk zal de jaarrede dan ook vertaald moeten worden naar een begroting. Omdat uiteindelijk het beleid dat we wensen uit te voeren voor het komend jaar ook slechts mogelijk zal zijn met de beschikbare financiële middelen, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, voor het jaar 2023 dient de regering vandaag een begroting in, die er in hoofdlijnen als volgt eruit ziet. Totaal van de geraamde overheidsinkomsten het dienstjaar 2023 bedraagt 33.953.516.000 Surinaamse dollar. De geraamde uitgaven bedragen in totaal 37.247.009.000 Surinaamse dollar. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert een tekort van 3.293.493.000 Surinaamse dollar. Dit tekort is gelijk aan 3,3% van het bruto binnenlands product. Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2023 uit operationele uitgaven uit 9.503.484.000 Surinaamse dollar.
terwijl programma's een totaalbedrag bestrijken van 27.743.425.000 Surinaamse dollar. De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeelsgerelateerde overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen, sociale premies. En met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouwen en terreinen. De programma's presenteren het uit te voeren beleid KSUK projecten van de regering en hiervan zal een bedrag van 19.374.293.000 Surinaamse dollar uit eigen middelen bestaan, uit belastingen, niet-belastingontvangsten worden opgebracht. En op de begroting bedragen de opgebrachte leningen en schenkingen op 8.369.132.000 Surinaamse dollar. En met betrekking tot totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2023 worden deze onderverdeeld in directe belasting uit 7.887.992.000 Surinaamse dollar. De indirecte belastingen ten bedrage van 9.757.750.000 Surinaamse dollar. De niet-belaste middelen voor 7.938.616.000 Surinaamse dollar. Donormiddelen bedragen 499.670.000 Surinaamse dollar. Meneer voorzitter, het totaal van de belasting en niet belaste middelen komt uit op 25.584.384.000 Surinaamse dollar. Dank u wel. Ik vraag de substituut griffier zich naar de president te begeven voor het afhalen van de begroting. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.